Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Ja. Veel plezier met kijken. Yay. Maar wat gaan we dan doen, Tess? Wij gaan een shoplog opnemen. Gaan we onze spullen laten zien die we hebben gekocht bij winkels. Paardenwinkels. En ik heb roze poetshandschoen. Kim, weet jij wat hier van bewerking is? Of wat je ermee moet doen? Je moet hem om je hand doen. Het is een beetje klein. Hij past niet. Kijk, ik doe hem wel op hand heen. Hij past niet. Jawel, bij mij past hij wel. Au. Nee, wacht op mijn duim. Oh. Ja, hij zit goed. Ja, ik kan die linnen niet meer uit, maar... Nog een keer, kom op. Dan ga ik je loskammen. Oké, dat was dan onze handschoen. Nee, kijk. Dit werkt eigenlijk als een rosborstel, want je gaat gewoon... Kijk. Niet gewoon. Kijk, zo, loskam je zo. Dan zit je haar niet meer goed. En nu, maar uitkrijgen. Ja, dat was één. Stout muffins. Die vind ik wel heel erg lekker. Ik zal even laten zien hoe ze eruit zien. Het is wel een beetje klein. Ja, is het ook goed. Tada. Ruikt ook lekker. Nou, volgens mij zit hier stroop en muesli. En die heeft proef, hè? Ja! Niet anders zo beter, hè? Ga je naar stroop? Appelstroop. Appelstroop, ja. Volgende! Waarom had ik die likkensnoep niet meegenomen? Oh, maar Tess, oh, maar. Willen jullie misschien iets drinken even? Ja! Volgende. Ik heb hier maar een paar snoepjes van meegenomen, want ik had een hele zak. Zo, deze gaan we ook proeven. Ik weet dat het niet heel goed is. Ze zien er groen uit. Het zijn groene huisjes. Ik ben jong. Nou. Tot je tijdje. Die is doorgebeten. Heel raar. Nou. Niet heel vies. Ik heb wel geen smaak. Nee. Smaakt naar gras. Maar ik heb hem niet doorgebeten. Ik wel. Ik heb daar gedaan. Je hebt natuurlijk allemaal roze spullen. Wat ontbreekt er dan altijd? Roze elastiekjes. Wat je dan kan doen. Waarschijnlijk kan je daar knopjes maken als je normaal met elastiekjes doet. Oh ja. Je kan het echt maken. Tada! Kijk, met dat mooie roze elastiekje natuurlijk. Ook nog een massageborstel. Ze heeft iets met mijn haar verpest vandaag. Jij hebt het ook wel meegedaan. Dan heb ik nog een roze halstouw. Dan kan je nog mee. Werkt goed. Kom. Wat is daarheen?
Nou, wij gaan nu ons, op ons paard gaan we een dekje leggen. Nou, leg maar. Oh, Alice, omhoog. Zo. Dit is een mooie dekje. Hij is van QAP. Zo, dat is van Memory Foam. En daar gaat Kim wat over uitleggen, want ik weet niet wat het is. Moet je niet gebruiken? Oh, ja? Ik van het pak kan trekken. Kijk. Ik kan het niet zien. Laten we, ja. Kijk, als je erin knijpt, dan blijft het zo staan. Als je erop gaat zitten, dan gaat staan naar de vorm van je paard en je zadel. En dus hier druk je zadel erop en hier de rug van je paard. En dan de zadel erop. Oh. Nee, geen zadel, het is goed zo. Ik heb een nieuwe 6 kleren. Ik heb sokken van Stan. Ik heb een rijbroek van Alrizors. Ik heb een ring van USG. Ik heb een t-shirt van Imperial Riding. Ik heb een vestje van Imperial Riding. Ik heb een muts van Hard for Paarden. Yay! Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog. En nu jij. Hi. En abonneer op ons kanaal. En kijk hier beneden in de comments ook naar Kimmer kanaal. En ook hier in het i'tje voor de video van Kim haar spullen. Doei! Doei! Tot de volgende keer! Doeg!